Oh, echt? Nee. Heb je dat van? Oh, oh, wow. Captain Kriti, tot uw dienst. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, lieve mensen, we zijn dus bij Kriti, het restaurant waar ik altijd optreed. En we gaan vanavond een heleboel mensen verbazen, vermaken, gewoon een superleuke avond geven. Ja, weet je wat, laten we gewoon naar binnen. Oh, oh, hoe kan dat? Waar is het mogelijk? We gaan gewoon naar binnen. Kom mee! De allereerste keer, we hebben nog geen idee. Welke kaart heb je al omgedraaid? Moet ik het zeggen? Ja. Laat het twee. Laat het twee. Je bent 100% zeker, je mag gewoon dat veranderen als je wilt. In dit spel. En je mocht nog van gedacht veranderen, je mocht een andere kaart kiezen. Dat je net een nieuwe gedaan. Dit is Errol, dat is de eigenaar. Hallo. Mijn beste vriend. Errol. En mijn broer en mijn neef. Ja. Allemaal tegelijk. Ik deed er al sinds september op of zo. Zoiets. Ja, september, ja. Oktober. En het bevalt tot nu toe nog wel wat goed? Jazeker. Jazeker. Het gaat heel goed en gasten reageren heel positief erop. Yes. En ik merk ook aan jou dat jij steeds beter wordt. Ja. Ik zie al dat je heel, heel goede groei erin. Yes. Zelfverzekerd, je haalt meer uit jezelf. Ja. Dat is echt mooi om te zien, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ik kan er ook nieuwe dingen uitproberen. Dus en steeds meer mensen vragen om jou. Oh, wat leuk. Ja, ja. Dus dat is wel leuk. Top. Ja. En mensen boeken steeds, zeggen ze, we komen pas als David er is. We komen pas eten bij Kriti, de voorwaarde is als David daar is. Nou, dat zegt wel wat, en hè? Dan hebben we het goed gedaan. Ja. Hola. Yes. Het zit er weer op voor mij vanavond. We hebben een hele leuke avond gehad. Super veel mensen verbaasd, vermaakt. Hele leuke reacties gehad. En voor nu gaan we het gewoon hierbij laten. Het was hartstikke gezellig. En ik zie jullie de volgende keer weer.